Hallo, ik ben Juri Zuidwijk, huisarts in Assen. In deze video zal ik uitleggen hoe pijn in je Achillespees ontstaat, of het ontstoken is of niet, en met name wat je zelf kunt doen om van de pijn af te komen. Meestal voel je de pijn in je Achillespees net boven de hiel, ook als je erop drukt kan het pijn doen. Meestal doet het sporten waarmee de klachten ontstaan zijn ook pijn. Soms wordt het na een tijdje sporten weer wat minder pijnlijk. Het kan zijn dat je Achillespees heel stijf aanvoelt als je uit pet stapt en na een paar stappen wel weer opknapt. Pijn in de Achillespees wordt veroorzaakt door overbelasting van de pees. De Achillespees is de sterkste pees van het lichaam en kan enorme krachten aan, tot wel 10 keer het lichaamsgewicht. Als de kwaliteit van de pees minder wordt en de belasting van de pees te groot is, kan er schade in de cellen optreden. Er zijn een paar risicofactoren, bijvoorbeeld het hebben van O-benen, een holle voetvorm, beperkte kracht van de kuitspieren en beperkte functie van het enkelgewricht en natuurlijk het ouder worden op zich. Ook sommige ziektes, zoals suikerziekte of schildklierziekte, geven een verhoogd risico. Bepaalde medicijnen kunnen ook een verhoogd risico geven, zoals steroïden. En antibiotica uit de groep van de quinolonen, zoals ciprofloxacine geven een verhoogd risico. Maar het grootste risico is overbelasting van de pees. Dit gebeurt bij sporten, zoals springen, hardlopen, maar ook wel bij fietsen. Er is mogelijk ook een verhoogd risico bij matige conditie, verkeerd schoeisel en het type ondergrond waarop je sport. Van een ontsteking van de pees is eigenlijk helemaal geen sprake, vandaar ook de vraagtekens in de titel. Bij onderzoeken zijn nooit tekenen van ontsteking aan de cellen gevonden. Met het ouder worden wordt de kwaliteit van de pees wat minder, dat is normaal. Bij overbelasting wordt de kwaliteit ook wat minder. De schade moet gemaakt worden door het lichaam. Daardoor wordt er extra weefsel aangemaakt en dan kan de pees dikker worden. Het bindweefsel is bij pijnlijke Achillespees niet hetzelfde als bij een gezonde pees en er kunnen ook nieuwe bloedvaartjes ontstaan zijn. Als de klachten heel acuut ontstaan, met bijvoorbeeld een knap in de pees bij een verkeerde stap of sprong, kan het zijn dat de pees doorgescheurd is. Je kunt dan soms een kuiltje in de pees voelen. Op de tenen staan of lopen lukt dan niet meer. Dat is natuurlijk slecht nieuws en moet behandeld worden. Je moet dezelfde dag contact opnemen met je huisarts. Het beste voorkom je natuurlijk achillespeespijn, maar ja, daar is het nu wat te laat voor. Hoe voorkom je het dan? De belasting van de pees moet met name niet te snel worden opgehoogd, dus langzaam opbouwen van de trainingen en goede krachttrainingen van de kuitspieren. Eigenlijk kun je meestal zelf je klachten behandelen. Het begint om de pees in eerste instantie wat rust te bieden, dus de sport die de klachten heeft veroorzaakt, heeft te staken tot de klachten minder worden. Als je geen ochtendstijfheid meer hebt en het sporten gaat weer met weinig klachten, dan kun je het weer gaan opbouwen. Als je toch wilt blijven sporten, kun je sporten doen die geen of maar heel weinig klachten geven, zoals zwemmen of fietsen. Bij het fietsen kun je kijken of dat beter gaat als je met je hiel op het pedaal duwt in plaats van met de voorvoet op het pedaal duwen. Kortdurend kun je een hakvoging gebruiken. Je kunt dat het makkelijkste doen met een inlegsooltje voor alleen de hiel in de schoen van bijvoorbeeld een millimeter of 10. Je kunt natuurlijk ook gewoon op hakken gaan lopen als dat je ding is. Ik adviseer dit niet te lang te doen. Je wil uiteindelijk juist dat de pees mooi op lengte blijft, maar een week of twee, drie tot de pijn afgezakt is, kan geen kwaad. Het mooiste wat je kunt doen is de kuitspier en daarmee ook de achillespees te trainen. De beste manier is excentrische oefeningen. Dat betekent dat je de pees onder belasting langer maakt. Mijn advies is om deze oefeningen op een verhoging te doen. Het makkelijkste is het op de trap. Hoe vaak en hoe zwaar is afhankelijk van de ernst van de klachten. Probeer eens met twee keer per dag drie setjes van tien herhalingen. De eerste vijf herhalingen met gestrekte knieën, de tweede vijf herhalingen met gebogen knieën. Dit is omdat de Achillespees de pace is van twee spieren. De ene train je beter met gebogen knie, de andere met gestrekte knie. Gaat het met twee benen tegelijk makkelijk en zonder pijn, doe het dan daarna met alleen het pijnlijke been. Als de pijn heel laag zit bij het hielbot, dan kun je de oefeningen beter op vlakke grond doen. De oefeningen zou je het best doen tot je je sport op redelijk niveau weer kunt doen. Meestal duurt dat een paar maanden. Je begint weer voorzichtig met het opbouwen van je sport binnen de pijngrenzen. Je mag de pees wel een beetje voelen, maar het moet geen pijn doen. Als het pijn doet, betekent het dat je langzamer moet opbouwen. Helaas kan het soms lang duren. Er zijn artsen die ontstekingsremmende pijnstillers voorschrijven, zoals ibuprofen. Zelf zou ik dat niet direct adviseren. Het is maar de vraag of de klachten eerder opknappen en ik zie eerder een risico van overbelasting tijdens het opbouwen omdat je minder pijn voelt. Pijn is voor een groot deel de maat voor de belasting. Zoals ik net gezegd heb, als er een kans is dat de pees is doorgescheurd, moet je dezelfde dag gezien worden. Daar moet namelijk dezelfde dag nog een behandeling voor gestart worden. Soms met een gips, soms met een operatie. Mensen die pijn in de pees hebben, die niet overgaat naar de oefening die ik net heb uitgelegd en die langer duurt dan 2 tot 3 maanden, adviseer ik ook contact op te nemen met de eigen huisarts. Dan kun je samen kijken naar wat de mogelijkheden dan zijn. Heb je vragen over onderwerpen? Zet ze in de comments, dan kan ik kijken of ik er een video over kan maken. Voor meer en uitgebreide informatie kun je altijd terecht op thuisarts.nl dat is de website van de Nederlandse huisartsen.